Koopgoot bestaat 20 jaar. Deze week in 7 minuten verleden, heden en toekomst van het winkelhart van Rotterdam. Crazy way to get your kicks. Shoot the silicone in your lips. We wilden naar de Bijenkorf kijken, naar de etalages, want het moet heel mooi zijn. Het centrum van Rotterdam, winkel je daar ook? Ja, gewoon simpele winkels, Zara, H&M, gewoon broeken kopen, truitjes. Ik ben blij dat ik hier ben. Je hebt veel uitgaansgelegenheden qua drinken, qua feesten en dergelijke, dus ja, zit wel goed hier. Nothing but that. Hell, hell, modern world. Ik woon in Lekkerkerk en dit is de dichtstbijzijnde grote stad en ik wou er even uit. Ik vind Rotterdam wel gezellig en leuk. De Koopgoot vind ik leuk. Als het mooi weer is ben ik meestal buiten en dan kijk etalages. En als het koud is zoals nu, dan ga je winkels in en dan koop ik wel eens een boek of zo. Ja. Tell her that she's beautiful. I put her on a pedestal. Ik heb niet zoveel met dit centrum eigenlijk. Het spijt me. Dus het is allemaal, ja, wat ik zie, is allemaal zo onpersoonlijk. Maar mijn mening. Ik ben misschien wat. Ja, ik kom maar een ander tijdperk. Winkelen maakt hongerig. En daarvoor kunnen mensen al jarenlang terecht bij een van de lumpia-kramen of een echte Rotterdammer. Sinds 2002. Dat is echt wel weer een lekker tijdje. Maar toen stonden we hier op de andere hoek. Daar zijn we eerst begonnen. Dus waar nu die Vietnamese staat, dat was eerst onze plek. Die hadden we toegewezen gekregen met veel mazzel. En al snel had ik in de gaten dat een stukje wat echt trok, dat het wel hier lag bij de Koopgoot. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het is toch wel heel handig. Niet alleen vanwege het grote kruispunt hier zo en de doorloop natuurlijk, maar ook bij het fenomeen Koopgoot, beurstraverse officieel, dat ik hier kon staan. Daarmee kon ik me veel makkelijker verbinden met daar waar ik vandaan kwam dan, laat maar zeggen, op een hoek zoals daar. Niks ten slechte van die hoek natuurlijk, maar dit is gewoon, ja, beter. Mooie, Rotterdamse, alles. Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. Ik ben de uitjes een beetje aan het kruiden en een beetje knoflook er doorheen gesneden. Dan ga ik die straks lekker bakken en dan is dat heerlijk voor op de braadworst. Dat ben ik nu aan het doen, een beetje aan het voorbereiden. En dan ga ik zo meteen de roddels maken. Dus spek om de broodjes met worst te wikkelen. En dan ga ik die bakken en dan gaat de klep open. En dan, als het goed is, dan gaat het lekker ruiken zo. You work for girls. Can't compare it to love, boy. Ben je wel eens bang dat je je plekje kwijtraakt als het centrum gaat veranderen? Ja, soms is het wel zweten. Als er weer een gemeenteraadslid bedenkt dat elke standplaats uit de stad moet verdwijnen. En dat er dus weer een hoop stress komt en een hoop toestanden. Ja, dan naarmate de tijd dan vordert en je ziet dat iemand steeds meer voet aan de grond krijgt, dan wordt het wel spannend. En dan moet je op een gegeven moment ook wel gewoon duidelijk gaan maken dat je gewoon, ja, je gaat hier niet zomaar weg. Waarom in godsnaam? Nou, in ieder geval dat ik hier gewoon dit stukje grond op mijn manier vruchtbaar heb weten te maken. En dat, ja, dat je dat niet zomaar kan afnemen van iemand. Nou, we zijn echt begonnen met de Amerikaanse hoddelkar. Die hebben we ook echt geïmporteerd vanuit Amerika, omdat voor ons dat ook echt typerend is voor het straatbeeld. Dat vinden wij echt bij een metropool horen. En nou ja, als die wilde heel graag. Ja, we zijn live. Als die wilde heel graag iets lekkers neerzetten hier in de stad, wat er nog niet was. Dus toen hebben we die car hier naartoe gehaald en zo zijn we begonnen. Yeah, yeah. Deze stap, ja. Maar het is niet helemaal vrijwillig, want de gemeente heeft daar ook een rol bij gespeeld. Klopt, ja, zeker. We hebben een aantal jaren geleden te maken gekregen met nieuwe regelgeving. Althans, daar was men toen heel druk mee bezig. Wij zijn daar uiteraard deels in betrokken geraakt, omdat we standplaatshouders zijn. Het was toen sprake van dat er een aantal weg moesten. Nou ja, hele toestanden uiteraard. Stress.
Uiteindelijk is het zeker voor ons niet zo heel erg negatief uitgevallen. We hebben besloten om ietsje qua grootte op te schalen en deze car neer te gaan zetten hier. Wat voor ons ook wat meer comfort geeft. En ja, we kunnen hier ook gewoon iets meer mee doen. Maar wat we wel heel moeilijk vonden, was dat je een soort vanuit hoger hand een kracht of een macht krijgt die gaat zeggen van ja, je moet hier wel of niet zijn. En wij zijn ervan overtuigd dat straathandel, eten op straat, dat soort dingen, ja, dat hoort gewoon bij een stad. Ik denk dat Hans is heel belangrijk. Dus ik bedoel, een kraam als deze, daarmee, je kan overal een kraam neerzetten. Weet je hebt daar hier ook met alle collega's, of met alle respect voor de collega's van de Loempia's, waar iedereen ook gewoon koopt. Alleen daar zit weinig identiteit achter verder. Weet je wel, dat is heel erg copy-paste. Hans is Hans. Het zou fijn zijn als meer Rotterdammers die van eten houden of dingen doen, ook dit als optie zien om te verkopen. Want je kan kennelijk met heel veel, toch wel jaren inzet, kan je zoiets opbouwen. Dus, maar het zou wel goed zijn als het meer in straatbeeld zou zijn. Ja hoor, wij hebben vol vertrouwen hier gewoon onze plek weer ingenomen. Altijd al. Dit is onze thuisbasis en we zullen er altijd gewoon voor blijven strijden, mocht het nodig zijn om hier te blijven. Tuurlijk. Dat er zoveel winkels dicht gaan is op het moment heel erg jammer. Maar dat is niet alleen in Rotterdam, dat is overal. Ja, voor de leut hoef je niet meer te gaan.